het is echt wel heel lang geleden. Normaal ben ik niet zo'n avonturier, maar nu durft hij het toch wel aan. De laatste keer ben ik behoorlijk gevallen, een paar jaar geleden. En, nog een beetje daarom, spannend. Het is een beetje spannend nu, ja. Maar u heeft er wel vertrouwen in dat het ijs dik genoeg is? Oh ja, zeker. Het is prima ijs. Ja. Ik zag daar nog iemand net door het ijs heen gaan. Dat stuk daar zo. Dus daar staat ook een ambulance, politie, auto's. Maar hier zijn zoveel mensen. Ik dacht, als ik stel voor dat je erheen gaat, zijn er zoveel mensen dat het wel goed komt. Ja, je hoort wat gekraak, maar dat is vooral lucht. Dat schrikt jou niet af? Een beetje, maar ik durf het wel aan. Er was een meneer en die ging er doorheen. En vervolgens gaat de mevrouw proberen hem te redden. En die meneer die is er ook doorheen. Of die mevrouw is er ook ingevallen. Is dus een derde meneer erin gegaan. En toen met drie sleetjes hebben ze eruit gekregen. Ik wilde even eraf stappen en ik schoot er gelijk doorheen. Je merkt dat het ijs al minder wordt nu. Het wordt onwijs druk. Ik was hier vanmorgen om 8 uur. Kon je lekker schaatsen. En het wordt gewoon veel te druk. Heb je nog tips voor andere mensen die ook het ijs op willen gaan dit weekend? Zoek niet de te drukke plek op, want het blijft helaas coronatijd. Dus dat zou ik vooral doen. En ik zou gewoon lekker genieten van nu het kan. Zoals mijn baas zei, dit kan 1 keer per 10 jaar. Dus geniet vooral nu het kan. Studeren, werken, kan allemaal later nog. Nu gewoon lekker weekend schaatsen en genieten van eindelijk iets leuks deze tijd.